Welkom allemaal bij aflevering 84 LSPDFR bij Premium Gaming. Vandaag gaan we weer lekker een dagje mee met Brian. Brian die rijdt weer op de noten op 0-1 in de Tour dan. In zijn eentje weliswaar. Hij is brigadier, dus dat kan allemaal. Vandaag doen we de eerste shout-out waar ik laatst over had. We doen een shout-out naar Jamie uit Amersfoort. Volgens mij is hij een jaartje of 7, 8. Hij kijkt elke dag naar mijn filmpjes. Hartstikke leuk dat je kijkt, jongen. Deze shout-out is speciaal naar jou. Blijf vooral kijken. Dan vind ik ook hartstikke leuk. Nou, dan gaan we snel de dienst beginnen. Dan gaan we gewoon rijden. Het is mooi weer vandaag. Er is niet veel aan de hand. Het is rustig. Dus kijken of er wat meldingen voor ons zijn. Laten we hopen. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Ja, we have a 484 in Marietta Heights. Nou, even groen. Marietta Heights. We hebben nog geen prioriteit gehad. We gaan er wel heen. Ik weet niet of diegene wil, dus het kan zijn, soms ontsnappen ze, soms niet, soms gaan ze remmen. Soms zijn ze gewoon rustig en gaan ze mee en dan is het zo piet. Volgens mij is het verder op de drankwinkel als ik het zo zie. Er wordt nog wel eens wat gestolen, maar zeker door verslaafden, junks en andere zwervers die toch aan het einde van de maand graag een drankje willen, maar nog geen geld meer hebben. Dus dan, dan gaan ze maar roven. En als je gaat roven, dan ga je niet betalen. Als je niet gaat betalen, word je gepakt en dan kom ik. Dan ga je mee. Zo simpel is het eigenlijk. En dan de groen, dan gaan we rijden. En dan is ook gelijk zien of er nog rare verkeersdingen gekregen zoals dat. Het slaat weer helemaal nergens op. Die man die krijgt een bekeuring op kenteken. Net we kunnen lezen. Niet volgen van de rijrichting. 81 Delta Foxtrot Zulu 947. Nou, die schrijven we even op. Auto is blauw van kleur. Die krijgt hem op kenteken. Dus dan zijn we inderdaad op weg naar de melding, maar dat gedrag wat meneer net vertoont, voor rechts staan, dan naar links gaan en dan iemand afsnijden, dat kan natuurlijk niet. Dus die zal daar gewoon een bekeuring voor ontvangen. Nou, mooi anders, dat is gewoon een verkeershufter. Nou, rijden mensen. We hebben groen en we staan stil. Nou, we moeten naar links, ja, dan gaan we toch af en toe niet aan. Nee. Maar ja, dan moeten we dus weer wachten, dat ga ik wel even knippen. Nou, we rijden weer. We zijn er bijna, die is het inderdaad, de 24-hour, volgens mij de liquor store, dat noemen ze in Amerika. Volgens mij een 7-Eleven of een 24-7, ligt er net op hoe laat die open is. We kunnen er net langs zonder dat we geraakt worden. Dan is het hier. Nou, we gaan even kijken. Zo, deurtje kapot. Dus ik is ze letten ook niet op. Ze letten ook niet op. Hé, hey, rustig aan mannen, niks aan de hand. Hé, een goedemiddag, we samen. Kan ik wel, we zijn achter. Hey maat, wat is er aan de hand? Ja, ik ben ook blij dat ik hier ben. Ze heeft geprobeerd te stelen, zeg je. Oké. Hij moest stelen. Can you forgive me? Ja, ik kan je wel vergeven, maar het is niet aan mij, hè? Ja, ze willen je eruit hebben. Wat waai? Nou ja, ze willen hem uit de winkel hebben, zegt hij. Ze weet het wel goed gemaakt. Het is maar voor jullie informatie bij zijn mevrouw. Even kijken of we wat kunnen vinden. Niks aan de hand. Hé, mevrouw. Nee, ik hou er niet aan. Ik moet wel even, want dan loopt ze achter me aan. Maar buiten laat ik hem weer vrij, want ze moet even de winkel uit. Dus kom maar achter me aan, mevrouw. Dan gaat de winkel uit. Heeft u, hier krijgt u even het winkelverbod. Ja, dankjewel. Hier. Het staat in dat u een jaar deze winkel niet mag komen. Doet u dat wel, beleegt u misdrijf en wordt u aangehouden, oké? Okay? Kom mee. De spullen had ze allemaal al, had de beveiliger alweer teruggekregen. Stop! What? Police! Nou, nee. Oh, ik wil mevrouw loslaten. Nee, oh. Lang levende mot. Echt waar, kom hier. Lopen. Ik wil die man helemaal niet aanhouden. Kan ik haar? Ja, release, inderdaad. Nou, mevrouw, ik laat u bij deze gaan. Er wordt wel aantekening van gemaakt. Dan wens ik u verder zo prettig dan. Dan gaan we. Het is wel vervelend dat zo'n mot dan die kerel aanhoudt, terwijl ik haar gewoon wil losmaken. Nou, OC, we staan weer één situatie opgelost. Attention all units, we've got a 480 in Mirapark. Zou verder op een aanrijding geweest zijn en is er iemand vandoor gegaan zijn. Dan doen we dus ook wel artikel 7, verlaten plaats ongeval. We gaan even snel die kant op om te kijken of we dat kunnen, diegene kunnen vinden.
En dan kijken of diegene, ja, diegene zal worden aangehouden, denk ik, ze misdrijven. Verlaten plaatsen ongevallen gaat niet. Je moet je gegevens wel kenbaar maken in ieder geval. Ik ben volgens mij niet op straat, als ik het zie. Oh nee. Dispatch, we have a visual. 1, Adam, 12. 10-4, copy that. Zo, voor de veilige werkplek. Ik hoor nog meer sirenes nou zijn. Ik ga goed spoed deze kant de ambulance in halen. Attention all units. Medical aid requested in Mirror Park. Officers report an injured civilian. Dispatch units from El Barro Heights. An ambulance requested from Textile City. Respond code 3. Dat is wel fijn. Even praten met meneer. Meneer ligt hier in de stabiele zijligging, dus dat gaat wel goed. En zo wat iemand is hem aangereden. Hij is helemaal de Dew Yellow Colored Oracle. Okay. Suspect blast scene, Teddy, eastbound in Mirror Park. Adam 4, copy. Nou, ik denk dat meneer gaat. We moeten eens verwachten dat meneer geholpen wordt. Alleen, we gaan even deze auto aan de kant halen, want deze snappen niet helemaal hoe het werkt met hulpdiensten, denk ik. Dat betekent dat ze moeten opbokken. En dat ze aan de kant moeten en dat die mevrouw ons gewoon aangehouden wordt en een dikke bekeuring aan de reet krijgt. Want ze moet gewoon even optieven. We zijn niet bezig met mensen houden. Dag. Pak je auto hier maar. Toen nu. Target last reported, heading westbound in Mirror Park. Aan de kant, ja, achteruit. Deze. Blijven liggen en gewoon wegwezen, ja? We zijn bezig hier met een ongeval. Afstand houden, inderdaad, opzouten. Nou, hebben we dat ook weer opgelost? Ja, je hebt echt een partij maar afklappen, hoor. Ik denk dat je zijn auto stil, stil zijn auto niet. Hij moet gewoon opzouten hier. Dat nou is die. Suspect black team, heading northbound and Mirror Park. We gaan met spoed gaan we erheen. Zo een gele wagen zijn, ik zie hem daar rijden. En welke is het? Is het die? Ik denk dat het deze is. Aan de kant mensen, we rijden hier met spoed. Spoed betekent. Dispatch, suspect located, moving to engage. 1, Adam, 12, roger. Ik ben een beetje gek van die sirene. Hallo daar. Is hij gestopt of niet? Dan zul je zien dat hij er weer vandoor gaat. Kijk, dat bedoel ik, die vizet, hè? Precies. Nou. En dan gaan we nog even de motor uitzetten. Thanks. Dan pak even je ding, inderdaad. Hey. Oh. Nou, dat doe ik. Dat menu. Even kijken hoor, we willen de. Ik wil even een legitimatiewijze hebben. Ik moet even uitstappen ook trouwens. Mevrouw? Oh, nee. Pardon me. Wat gebeurt er nou weer? Blijf eens even hier. LSPD! Inderdaad, ik wil jullie legitimatiebewijs nu. Ik ben net betrokken geweest bij een aanrijding, mevrouw, en je bent er vandoor gegaan. Deze wordt ook aangehouden. Je moet dan voor de vliegtuig bij raadsman, maar je bent aangehouden voor artikel 7 verlaten plaats ongeval. Dus daar is zwaar letsel, dus dan wordt je ook voor aangehouden. Hola. De situatie verderop is ook opgelost, dat is wel fijn. Target license plate. 6-0 Ocean Sam George 9-6-6 a traffic violation. Proceed with caution. Oké, nou hebben we dat in ieder geval opgelost. Gaan we deze auto, die is niet zeker, want die afgeslemd, dan mag je op de openbare weg staan. En hij is betrokken geweest bij een ongeval, dat is sowieso voor onderzoek denk ik, om te kijken hoe hard het geweest is en alles. Dus we nemen die auto sowieso in beslag. Mevrouw, mag u even meekomen, we gaan u naar het bureau brengen. Mag even instappen. Inderdaad. Nou, laten we maar instappen. Brian. Get in the car and behave! En de deur zit dicht. Wat fijn. Nou, dan brengen we haar even naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Want dat is een aardig stukje rijden. Zie ik. We hopen met weinig stoplichten, want dan zijn we er snel. Ik doe in ieder geval even de blauw-blauw uit. En dan komen we een stuk lichter tegen natuurlijk. Nou, tot zo bij het politiebureau. We zijn op het bureau, we gaan even kijken of Rico. Rico werkt hier als het goed is. Rico, daar ben je jongen. Kijk, Rico. Yo.
Daar is hij weer. Hij heeft er zin in. Hij heeft er zin in. Nou, let er maar mee. Hele run call out. Okay. Attention all units, nou, we are code 4. No further units required. Wij kunnen weer verder. Nou, dat is gunstig. De call out is gecrashed, maar het spel niet en de mod ook niet. Dus, nou, ik ben tevreden. Ik ben een blij mens. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for a wanted felon on the loose. Verderop zouden ze persoon, wel eens even de persoon met een wapen. Gaan we even heel snel kijken. Geen zwaardige sirene aan. Oh ja, dat wordt een beetje lastig hier. Van de kant mensen. We gaan hier zo meteen een signalement krijgen. Die gaan we zoeken. Dispatch, we have a visual. Short dark hair. 1, Adam 12. 10-4, copy that. Short dark hair, white female, short dark hair. Hey man! Die liep hier toch net? Is die kant op? Is niet hier. Short dark hair. Even gas geven, ik zie daar niet in de hoek staan. Even kijken of dat... Ja, lekker! Weer eentje die afsnijdt. Dispatch, suspect located, moving to engage. 1, Adam, 12, 10-4. Ze weet niet wat we zien. Ik weet niet wat ze gaat doen. Wacht even tot we groen krijgen of dat ze zich omdraait, want het zou opvallend te zijn. Zij moet natuurlijk niet weten wat we haar al doen. Dat kan natuurlijk niet. Wat gaan we doen? We gaan ze erop. Vuurwapen erop, denk ik. Vuurwapen, dat kan. Ik zie nog geen wapens, ik zie ook niet echt een plek. Waar ze dat zou kunnen verstoppen, maar je weet het niet. Dus we gaan gewoon naar links. Even hier staan. Goedendag mevrouw, we geven je hand uit de zakken houden en even blijven staan. Geen gekke dingen doen. Stop, police! Ik wil even achter je staan. Blijven staan. Ik zou mevrouw... Zijn vuurwapens... Kip op! Uw vuurwapens puur gerecht, welke dag geweest wordt geschoten het vuurwapen op de grond nu liggen. Ik heb bijna op u geschoten. Bijna. Nou, C1AT, pistool aangetroffen. Attention all units, 1015, suspect in custody. We are code 4, no further units required. Ik wil even doorlopen, even aan de kant. Oh, pardon me. Mevrouw, ik ga weer fouilleren, ja? Daar hebben we bezwaar tegen. Attention all East Los Santos units. We have a civilian requiring assistance in Mirror Park. Dat bol van de meldingen. 1 Lincoln 18. Respond code 2. We hebben er gelijk hierna nog een melding erbij gekregen. En geen prio 1 melding, maar wel een melding met wat hogere. Hoe zeg je dat? Urgentie. Er zou iemand zijn met. Welfare check, dat wil zeggen dat het zo bang is dat iemand in huis iets gebeurd is. Dus vandaar dat we even wat sneller richting het bureau rijden. Zodat we ook weer sneller die andere kant op kunnen. Dat heeft niks te maken met dat ik me nu niet aan de regels wou, maar we willen ook graag andere burgers bedienen. En dat gaat wel zo. Dus we parkeren hem even hier, kijken of Rico hier ook naar buiten wil komen. Rico, boom. Even kijken hier zo. Gaat mevrouw even mee naar binnen? Nee, ze wordt snel overhandig, want dan kunnen wij weer door. Hey Rico, Rico van de Kamar, joe! Dat is Rico 6. Even kijken, nou ze neemt hem, hij neemt haar mee, ze wordt dus aangehouden voor vuurwapen. Dan opgelost. Nou vervolgens, de melding staat al 10 minuten, die andere. Dus we gaan even die kant op. We hebben geen toestemming, maar we kunnen wel blauw aanzetten, gebruik maar voor onze vrijstelling. We gaan even CityGIS, ons systeem is vastgelopen. Dus we zetten even een route erheen. En dan gaan we rijden. Dan zijn we er zo. Dat is het lekkerste wat er is. Even kijken of alles goed gaat met die persoon. We hebben al één keer meegemaakt dat er gewoon daadwerkelijk wel iemand in de overledene lag. Maar ook vaak gewoon dat iemand of de telefoon niet opneemt of de deur niet open doet. En gewoon lekker met de koptelefoon de muziek zit te luisteren. Ja, als het al wat oudere mensen zijn of mensen met een bepaalde achtergrond. Dan kunnen mensen natuurlijk al snel bang zijn. Dan komen wij natuurlijk even. Kunnen we of de deur forceren of even kijken wat er aan de hand is. Of hetzelfde gaat, is diegene al gewoon buiten of weg. Dat kan allemaal, weet je. Of hetzelfde gaat, ligt diegene wel op de grond.
dat is dus de reden waarom ik nu even ga kijken. Dat het redelijk snel met hetzelfde geld. Heeft die persoon daadwerkelijk ernstig hulp nodig? Heeft hij zijn been gebroken? Dat kan allemaal. Nou. Kijk, zie je? Er ligt daar iemand. Hallo? Je ziet, gaat alles goed met u? Wacht met spoed de ambulance deze kant op. Ik ga de reanimatie zetten als hij. Attention all units, medical aid requested in Mirror Park. Officers report an injured civilian. Dispatch units from El Barro Heights. An ambulance requested from Textile City. Respond code 3. Zie je dat? De textures van zijn brief. Ja, geef niet, we zijn hier om te reanimeren, we zijn niet voor de textures. Daar gaat hij. 1, 2, ja, ja, we gaan ons best doen. Ondertussen is goed zijn ambulance en de brandweer aanrijden. Dus niet, dan doen we het zelf. We zijn goed bezig in ieder geval. Volgens mij krijgen we hartslag. Waar is die nou? Hij is weg. Hij is footsie. Nou, ik denk dat hij naar de hemel is. Nou, dan is hij niet overleden, want hij staat in één keer op de weg. Dan gaan we daar even kijken. We zijn van alle markten thuis. Wij anticiperen gewoon op wat er gebeurt en waar het gebeurt. Helemaal geen enkel probleem. Dan even kijken of die... Zijn alleen geen Spider-Man? Of staat hij echt op de... Hij staat op de rijbaan. Dan halen we hem daar even weg. Nee, die kan natuurlijk niet met ze stoppen. Maar ze staan niet op de snelweg, want het oprit. Dat scheelt enorm. Meneer? LSPD! Kom even mee. Don't make me shoot you! Even de enige manier om hem mee te nemen voor mij. Kom maar. We kunnen even naar boven naar zijn huis en dan is het weer goed zo. Nou, zei het mooie kruis, maar kan hij hier opkomen? Dat is de vraag. Ja, dat kan die. Wat een feest. Nou, hier kan hij omhoog komen. Dan kom op, Brian. Wat een conditie die vent, hè? Niet normaal dit. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a 1099 in Textile City. Dat komt hij hier ook overheen. Dat is, ja. Komt hij überhaupt wel omhoog? Nee, hij komt niet omhoog. Ja, dan This is Adam 5, copy that, we'll keep an eye out. Nou mensen, dat was hem dan, aflevering 84 LSPD of Art bij Prio & Gaming. Vond je dit een leuk filmpje? Even een blauwe duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Check mijn website www.prio-gaming.nl. Ik dank je voor het kijken, tot morgen. Weer een nieuwe video.